Nee, wij zijn niet van de regen, we zijn totaal niet van neerslag en we zijn ook niet van harde windstoten. Het moet echt prima golfweer zijn om, zodat wij komen cricketen hier. Ik ben Faizan, 27 jaar oud, geboren en getogen in Rotterdam Zuid. En de twee nieuwe velden achter mij is onze nieuwe thuisbasis, Cricket Club Ocia, op Sportcomplex Olympia. Kijk, voor ons is het al heel mooi dat mensen naar ons kijken en vragen van wat doen jullie nou eigenlijk? Dat wij ze dan een beetje introduceren met het sport is voor ons al heel wat. Dat heeft te maken omdat er zoveel sport op een complex zitten, er zit zoveel publiek hier en dat komt allemaal natuurlijk kijken. De voordelen hiervan zijn, de meeste van ons, ik denk 80% van onze leden komen uit Rotterdam Zuid. Het is minder werk op het veld zelf. Ik bedoel, het gras groeit niet, dus het wordt ook niet gemaaid. Het is een nieuw complex, dat brengt sowieso voordelen met zich mee. En het is mooi om te zien. Cricket is toch een zomersport, dus het wordt ook alleen maar in de zomer gespeeld hier in Nederland. De overige maanden proberen wij indoor onszelf een beetje fit te houden. In de zomer zitten we hier en in de winter gaan we naar binnen. Hoe ik hierin ben terechtgekomen, ik denk dat het ligt aan mijn roots. Ik heb Pakistaanse roots en daar is het sport behoorlijk groot. Dat kwam mee met mijn opvoeding. Of Rotterdam een cricketstad is, in Nederland, ik denk het wel. Er zitten hier al 3 clubs gevestigd, nee, 4. En wij zijn nummer 5. Dus ik denk dat we daar best wel trots op mogen zijn.